Hallo iedereen, welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Veerle, ik ben 55 jaar en ik ben mama van 2 kids. Ik timmer aan een weg naar financiële vrijheid. Kom er gerust bij als dat jou ook interessant lijkt door op de abonneerknop te drukken en me te vergezellen in mijn reis. Vandaag voor onze laatste zondag van oktober heb ik niet zoveel werk. Ik heb hier mijn 2 binders al bij liggen. Dus ik zou zeggen, we gaan er maar aan beginnen, hè. Mijn maandbinder, maandelijks budgetbinder, begint ook leeg te komen. Het wordt dan tijd om, als we het loon krijgen, om hem ook terug te stuffen. Maar nu, ik heb er ook speakbriefjes bij gestoken. €540 voor deze 2 binders. We gaan eens kijken. Hè. Ik ga dat hier vlug eens tellen. En kijken of dat het klopt. €40. Dus we zitten tot hiertoe al juist. Wat ga ik doen? Ik ga hier mijn mini traytje nemen van de Lego'tjes. En dan staat het geld een beetje recht. Heb ik wat meer plaats. Eentje moeten opschuiven voor de 5 euro'tjes. Voilà. De pompoenetjes er ook bij. Ik heb het al allemaal berekend wat we gaan stuffen. Dus ik ga beginnen met mijn sinking funds. Ik ga het er ook bij houden, zodanig dat ik dan ook kan opschrijven hoeveel dat er juist in zit. Hè. In de sinking funds heb ik dus de familie. En daar zit uitstappen in. Uitstappen krijgt 10 euro. Ik ga deze nieuwe stiftjes nemen. Die waren ietsje lichter. Misschien dat ik ze dan ook gemakkelijker kan verwijderen van de trackers. En deze enveloppen vind ik heel mooi, maar ietsje moeilijker om geld in te stoppen. Dus 10 euro. 20, 40, 60, 70, 75. Voor de uitstappen. We zitten in de herfstvakantie, maar denk niet, ik moet ook werken, dus we hebben niet echt iets geregeld. De uit eten tracker krijgt ook 10 euro. Ik zou het er eigenlijk misschien beter opschrijven in plaats van een vinkje te maken, want het is soms een keer een ander bedrag. 10 euro is 20. De burger, fastfood. We zijn vorige week ook eens naar de fastfood geweest. En ik heb dat dan eigenlijk van mijn boodschappengeld gerekend. Als er tijd over is, zou ik dat ook nog graag doen. Voor de laatste zondag, 10, 20. Dat mijn weekbudget dan ook geregeld is. Ik had nog niet genoeg budget hierin zitten, dus ik heb het van mijn boodschappengeld gehaald. Hè. De tandarts krijgt deze keer 5 euro. Oei, dat loopt precies een beetje uit. En ik had wel iets voor bij de tandarts. Door mijn... ik had veel medicatie moeten nemen, omdat ik dan ook zo heel erg verkouden was. En ik was eigenlijk uit het oog verloren. De stem is nog niet 100%. Dat ik naar de tandarts moest. Gelukkig was zij heel begrijpbaar voor mijn situatie. En heb ik een nieuwe afspraak mogen maken. Want ze zitten echt knopvol.
Zelfs bij de tandarts hier zit een patiëntenstop op. Dus ja, mag daar niet zo'n ozel mee doen. Hè. Maar ja, echt, het was buiten kwaaie wil. Dus de tandarts zit er €20 in. Goeie doel. Dan ga ik voor een andere stift nemen. September, dus oktober. €10 is 105. Maar ik steun alle maanden het asiel voor hondenbrokken. €9 voor een zak. Dus dat ga ik hier dan kunnen uitnemen. Nu gaan we er €10 bij steken. 50, 70, 90, 100, 105. Dus dat klopt. Oh, deze moet achteraan. Voilà. Dan 105. Zitten we aan de kids kledij. Dus oktober. Kledij krijgt 20. Zou €60 moeten zijn. 20, 40, 50, 60. Dat klopt. Back to school ga ik nu €5 stuffen. Omdat deze eigenlijk al heel goed gestuft is. Plus 5 is 245. Natuurlijk, ja. School is nu al goed begonnen. Dus de rekeningen zullen ook wel komen. Maar ik ben al toch goed voorzien. 150, 70, 90, 200, 10, 20, 30, 40, 45. Dus dat klopt. En dan de kapper. De kapper krijgt voor oktober. Plus 5 is 25. Hij is wel naar de kapper geweest en €30 was er hieruit. 10, 20, 25 voor de kapper. Dan zit ik aan persoonlijk. Hier stuf ik dus voor uitstappen, hè. Ik weet niet of dat jullie de vlog gezien hebben van Oostende. Het was heel slecht weer, maar we hebben ons toch goed gehad, ze. Het was een leuke tijd. €5. Dus volgend jaar gaan we naar Leuven. Dus ik kan hier terug weer al voor sparen, hè. Uitstappen. 20, 40, 50, 55. Eigenlijk nog nooit naar Leuven geweest. Wel al gepasseerd zo op de straten, maar nog niet echt langs geweest. Mijn eigen envelop. Oktober plus 5 is 40. Twintig, dertig, veertig. Als ik kledij wil hebben, heb ik hier een tracker van de Lola Lisa. Ik zou wel eens willen uitkijken voor een regenjas. €10. Presenteert dat dan eigenlijk €10? Dacht het niet, hè? €5. Dus ik ga het er nu ook opschrijven. Maar je ziet het wel niet goed, hè? 10. Is het 20. Ofwel ga ik er 2 inkleuren, dan is eigenlijk gewoon elk bolletje €5. Voilà. Dan klopt het. Dan heb ik een totaal van 80. Dat is ook al een mooi budget voor iets van kledij. Selfcare. Dat is zo met een tracker. Ah, eens kijken, hè. €5.
Staat er hier iets tussen van 5 euro? Ah ja, hartjes. Oké. Oeps. 10, 20, 30, 35. Noteren. En dan als ik naar de kapper wil gaan, maar ik heb lang haar, die ik in een staart meestal draag. En één keer denk ik op het jaar ga ik voor te knippen, de puntjes. Dus kapper krijgt nu 10 euro, dus dat zijn er 2 dat ik ga invullen. 10, 10 is het 20. En ik heb nog een cadeaubon van 20. En ik denk de kapper, dat het ook rond de 30, 32 euro is. Voor te knippen en te drogen. Dus dat komt goed, hè. Ik ben lang geleden gestopt met het kleuren van mijn haar. Ik waardeer mijn grijze haren. Heb ik hier iets voor voorzien? Wine. Van Mietjes Budget schoenen. Ja, dat staat hier onder schoenen. Maar het is de Wine Time. 5 euro. Dus ik ga een kleurtje nemen. En anders loopt dat uit, die stift. Dus 5 euro. 10 is 15. Healthy Lifestyle. Wat krijg jij? 5 euro. Dus we gaan het omdraaien. Oktober plus 5 is 130. Het 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10. 20, 30. Klopt. Ziezo. Dus deze klopt. Ja, deze is volledig gestuft. Dan is het de beurt aan de grote. Die staat hier natuurlijk onderaan. Hoe gaan we dat nu doen? Ja, ik zal het dan achteraf moeten invullen, hè. Dat zijn mijn grote spaardoelen, hè. Wat heb ik hier? Ik heb 5 euro over voordat ik een huisje kan inkleuren. En de maand vooruit krijgt nu 30. Omdat elk huisje is per 25. Dus ik kan eentje inkleuren. 25. En dan heb ik nog 10 euro over. Maar ik dacht dat ik hier dan ook iets kan inkleuren. Hè. 50, 70, 90, 100, 120, 130, 135, 25, 50, 100, 125. En ik kom nog te kort. Dan had ik die 10 euro van voorsteken, hè. Oké. Dan mijn emergency. Het jaar begint te korten, dus als ik mijn emergency wil behalen, ga ik natuurlijk moeten een beetje spoed opzetten, hè. Ik ga dit eruit nemen, want ik heb mijn trackers nodig en die zitten bij de challenges. Dat zit hier. Voilà. Emergency. Jij krijgt nu een totaal van 120 euro. En ik had er ook bij geschreven wat ik ga kunnen stuffen. Dus ik ga het hier eerst nemen. Hè. 100.
20, 125. Dus dat klopt al. En dan gaan we eens kijken wat ik kan afkleuren. Het roze. Ik ga dat nemen. Hè. Dus de rekenmachine meenemen. Wat hebben we? 27. Dat is deze rij. Oké. Dan ga ik 47. Dat is daaronder. Tweeëndertig, dat is deze. Is al onder de zes. Nog veertien dan, hè. Ja. Wat gingen we doen? Veertien. Ik dacht hier deze tien. En de 4 is 14. Is 120. 1, 2 en nog 2 vakjes. Dan heb ik hier in totaal 100, 200, 20, 40, 60, 80. Is 300, 20, 40, 60, 80. 100 is 400, 410. Oké, dus nog 90 euro voor tegen het einde van het jaar bij elkaar te kunnen hebben. Dan heb ik mijn doel van 1000 euro op het jaar voor mijn emergency behaald. Dus ik heb nog oktober, oktober is voorbij, hè. Ik heb nog november en december. Dus 90 euro, dat gaan kleine 45 euro dan zijn, hè. Let's go for it. Oké, de luiaard. Dat is ook zo'n leuke. Ik zit in het kleurtje oranje. De luiaard, oeps, de luiaard krijgt nu 80. Dus 20, 40, 60, 80. En hier de tweetjes. Is 4. Oké. 80. 50. 60. 70. Is 80. Die ik er mag bijsteken. Maar, voordat ik het wegsteek, heb ik hier vooraan afgewerkte challenges die ik dus naar de luiaard wil laten gaan. Het is het einde van de maand, dus het is een mooi afsluiter voor deze erbij te steken. Hè. Ik ga dat misschien hier leggen, dat dat niet gemengeld wordt. Dus ik heb het allemaal opgeschreven. Ik had 50 euro van de mandala challenge. Dat moet deze zijn. 20, 40, 50, 60, 75. Dat zal van iets anders zijn. Oeps, 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 oeps. Waar zit dat geld dan? Die 50 euro. Ah, en 25 van het dobbelen. Oké, we zijn eruit. Dus dat klopt. Dan heb ik... Hop, hop, hop. Van Lisa Grateful Me. The Clouds. Dat was 100. Dat klopt ook. Ik had het opgeschreven. Mijn clouds heb ik hier nog niet opgeschreven. Of wat? Je ging toch naar hier, dacht ik. Hé? Jawel, jawel, jawel. 50. Ja. Ik ga het hier bijleggen. En hier ga ik wel bijschrijven. Dus de 100 euro van de clouds. Stond er nog niet bij. Oké. De mystery. Die heeft me ook veel
zweet gekost. Maar toch wel een mooi luiaard. De mystery geeft 200 opgebracht. 50, 20, 40, 60, 80, 100, 50, 60, 70, 80, 200. Klopt ook. Wat heb ik dan nog voor deze luiaard? Denk ik. Ah nee, dat is essentials. Dat is niet voor hier. De luiaard. I love cash stuffing. Dat was ook 100, hè? Yes. Dus als we dat nu een keer allemaal samen rekenen, heb ik hier een heel mooi budget om de luiaard eigenlijk aan te vullen, hè? Met challenges die ik gedurende het jaar heb, de laatste maanden toch, heb volbracht. Oké, let me see. 100. 20, 40, 60, 80 is 200. 20, 40, 60, 80 is 300. 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100 is 400. Oh my god. 1, 2, ben ik nou juist, ja. 1, 2, 3, 4. 10, 20, 30, 40. 50, 60, 70, 75. Dus die 75 ga ik nog eventjes aan kant leggen. En dan ga ik hier met deze beginnen. Hè? 100, 200, 300, 400. Oké. Dus 400. Pennetje. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is 100. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is 100. Dan 1, 2, 3 is 60. 20, 40, 60. Dan ga ik een ander kleurtje nemen en gaan we misschien paars. 1, 2, 3, 4, 5 is 100. Dus ik ga 17 en 3 nemen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 is ook 20. Oké. Dan gaan we hier bij leggen. 20, 40, 50, 60, 80, 100. Mag ik het nu een keer zo doen? 20, 40, 60, 80, 100. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En dan heb ik nog 20, 17 en 3. En hier ook nog 17 en 3 is 20. Dus deze is ingekleurd. Dat mag hier bij het totaal. En dan nog een keer mogen een cash condensing doen ook. Oeps, mijn belletje. En direct terug. Ik ga mij een beetje moeten haasten, want de kids zijn gaan fitnessen. Ik moet erom. Dan heb ik hier nog 10, 20. Ik ga het zo doen om niet in de war te geraken. 10, 20. 10, 20. 10, 20. En hier heb ik nog 15. Dus dat ga ik dan ook opzij zetten met deze voor essentials van het huis. Voilà. En dan is dit alles mooi gestuft in mijn luiaard. Dankzij deze challenge allemaal. Met kleine bedragen die ik dan kan eigenlijk
aan deze voegen, hè? Want deze is een van 4200, dus het is de moeite. Oef. Wat heb ik hier dan nog? Ah ja, die zit daar. Ik dacht al, ik moet nog eventjes terug orde scheppen. Deze gaat terug naar hier. Ik moet nog mijn Black Friday doen, hè. En deze ga ik afwerken. Deze ga ik nog 90 euro geven. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hoe moet ik dat doen? Zou dat lukken? 50, 60, 70. Nee, dat gaat niet. Ik ga dat moeten wisselen. Ik heb nog 100 euro. Wacht, hè. 50, 60, 70, 80. Oeps, ik heb 10 euro te weinig. Of heb ik nu ergens 10 euro te veel genomen? Ah! Oké, ik ga er eentje terug moeten uitdoen. Ik was te enthousiast. Maar ik kan het ook oplossen. Door, hier had ik 15 euro te veel. Dus ik ga deze 10 nemen. En dan hoef ik niks uit te doen. 10. 100. 20, 40, 60, 80 is 200. 20, 40, 60, 80, 100 is 300. 350, 70, 80, 90 is 400. 450, 460, 70, 80, 90 is 500. Hoe? Ik dacht al, het ga je niet kloppen, maar het klopt. 500 euro. Voor de Black Friday. Want natuurlijk, Black Friday, ja, dat komt eraan, hè. En wat ga ik ook doen? Ik vind nu van mezelf dat dit ook wel een challenge is. En een euro verdient in de ding-ding-dong. Voilà, ze. Mijn ding-ding-dong zit blijkbaar nog in mijn kast. De euro opzij houden voor er dan in te steken. Oef. En dan heb ik natuurlijk nog vakantie voor 2025. Deze stuf ik nu al op voorhand. Want ik had tekort de vorige keer. Dus elk embleempje is 100 euro. Voilà. Ik ga dat er ook bij schrijven. 100. En dan gaat de laatste 100 hierin. Van de maand 100, 150 en 50 is al 200 dat we gespaard hebben voor vakantie 2025. Dus dat klopt allemaal. Dat was hier wel de grootste brok eigenlijk die ik in de maand doe. Ja, vandaar blij dat hij gestuft is. Dat ik het kunnen doen heb voor deze. Ik dacht van nog mijn maand challenge. Mijn maand. Zou ik het niet hakkelen. Mijn week te kunnen inkleuren van de boodschappen. Maar ik moet achter de jongens gaan naar de fitness. Ze gaan zitten wachten. Dus ik ga dat dan in de loop van de week doen. Misschien bij mijn mini challenge. Dat dat ook in orde is. Want in principe loopt nog heel de week voor mij. Voor het budget van oktober. Vandaar ja ik er mij ook niet op. Bedankt voor het kijken. Ik ben blij dat ik weer al zover geraakt ben met mijn budget. Dat alles klopt. Bedankt voor het kijken. En graag tot mijn volgende. Dag.